Dit is de real shit, hè? Ja, oh, kijk, dat podium ziet er. Ziet er lekker stroef uit. Gespannen. Nou. Ben jij gespannen? Nou, eigenlijk ben ik niet zo gespannen als de voorgaande keren. En de battles? Ja, dat vond ik eigenlijk veel erger. Jij? Nou ja, als je op dat podium loopt, dan is dat wel gaaf, hè? Dan is eigenlijk de spanning is er niet. Het is meer gewoon zin om te spelen en te gaan van spanning. Hè? Ja, ik ben er wel nog een beetje. Ik ben nog wel een beetje bang voor het podium, merk ik. Ik vind het nog wel erg groot, maar ik heb geen de hele tijd scheuten spanning meer. Dus dat scheelt. Ik heb voor veel meer mensen opgetreden één keer. Nee, ik heb een keer in de Euroborg gestaan, hè? Dat weet jij, hè? Het voetbalstadion van FC Groningen. Oh, oké. Dat was echt te gek, maar dit is. Nee, dit voelt beter. Dit is een podium, dit is echt een podium. Ja, precies. Daar zit ook een hoop voetballers tussen. Mensen die komen voor het voetbal natuurlijk. Wat? Wist je dat? Dat is een voetbalstadion. Ja. Nou, ik heb het aantal mensen wel eens gehad, maar het is dan buiten, hè? Gewoon op zo'n plein en dat iedereen daar staat. Maar ja, goed, het is. Maar het is gewoon tv dit, weet je wel. Het gaat zo om jou als je hier staat. Er is geen twijfel mogelijk. Als je op een plein staat te spelen, dan gaat het ook nog om bier en dat je mensen tegenkomt. Maar deze mensen komen echt allemaal om te zien wat hier gebeurt. Maar denk je, mag ik in die stoel zitten even, denk je dan? In een van die stoelen? Dat is zo relaxed met die vier reporters, maar alles. Hier zijn we, Sip en Niemon. Of hoe heet ze? Oh. Nick en Simon. Oh, ik zou veel liever hier zitten, joh. Gewoon lekker iets, gewoon met zo'n knop drukken een beetje. Maar er is geen knop meer, Daniel. Dat is geweest. Wat knap, jongen.